eten, drinken en skiën. I cooked the spicy. Oh, Amandine already finished her plate. Yes. Oh, het is echt koud. Buongiorno! De morgen vanuit Alta Batia. Ik zie er volgens mij echt niet uit. Daar is Amandine, die kleine maus. En daar I am. Zo. So, today we're going on a... Buongiorno! Oh, this is Oscar! Buongiorno! Vandaag gaan we op een skisafari, maar een gourmet skisafari. Dit is al de zesde keer dat ze dit doen hier in Alta Badia. En we gaan eigenlijk, heel makkelijk gezegd, gewoon van hut naar hut skiën. Deze video gaat heel in het teken staan van eten, drinken en skiën. Dus als je deze video leuk vindt, doe dan pas een duimpje omhoog. En daar gaan we dus iets eten. Met wijn al. Trouwens, ik heb echt iets heel chills. Ik heb van Protest de thermo ondergoed gekregen. En het is dit en een soort van legging. Het is zo relaxed. Want je wordt er echt heel warm van. Dus, om een lang verhaal kort te maken. We zijn nu in de eerste hut. Dit is de eerste hut. En deze hut heet Utia de Bioch. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan eten. We skiën dus eigenlijk letterlijk van hut naar hut en van chef naar chef. En we zijn nu hier op de kaart. En dit is eigenlijk de beste, want deze heeft dus 3 sterren. Dus hier kun je het ook zien. Het kost €50 per persoon als je dit wilt doen. Wat is met bier? We beginnen met kalfsvang, cremoladesaus, peterselie en pruimen nog iets. Het ziet er wel heel lekker uit. It tastes really good. Oh, Amandine already finished her plate. Het smaakt echt zo goed. Dat is niet normaal. Heel lekker. Octopus. Ik ben niet echt grote fan van octopus, maar ik ga het toch proberen. En hier zit. Cheers! Cheers! Oh, het is echt koud. Let's go! Him, right? Yeah, I think it's him. Yes! Which one looks better? We hebben dus nu al 5 van de 7 berghutten gehad om te eten. Het zit eigenlijk al een beetje vol. Ik vind het wel heel gezellig. Let's go! Very nice. Oh, en de wine. De laatste hut is helemaal bovenaan. I cook the spicy. Yeah? With the... With the alga, you know, alga? No. The seaweed? Huh? Seaweed? Yeah. Seaweed. We hebben er wel 5, 6 gedaan. 6, 2, 4, 6. Nou, ik ben trots op ons hoor, Florien. We did it, we survived. Mission accomplished. Yes. Nou, het is inmiddels een paar uur later, de ski safari zit erop. Het was echt super leuk. En ik ben weer terug in mijn hotel. Dit is mijn kamer in Hotel Antines. En ja, ik sluit bij deze ook de vlog af. Ik hoop dat je deze vlog weer leuk vindt.
Wil je nou ook een culinair gerecht proeven? Kom dan gewoon naar Alta Batia en bestel dan het gerecht. Ik zal hieronder in de beschrijving even alle gerechten vermelden en de skihutten. Dus dan weet je waar je jouw favoriete gerecht kan eten. Ik moet zeggen, wat vond ik van Italië? Want ik had altijd zoiets van, waarom zou je naar Italië gaan of Frankrijk? Want ik hou heel erg van skiën in Oostenrijk. Maar Italië heeft wel echt een hele lekkere keuken en echt heel lekker eten. Dus hou je van culinaire hoogstandjes, ga dan naar Italië om te skiën. Je hebt mooie pistes, je hebt heel lekker eten. En het schijnt dat je wel altijd mooi weer hebt. En wij hebben gewoon een beetje pech gehad, want we hebben dus 2 dagen sneeuw gehad. Dus ik zeg vanuit hier, met helemaal niemand meer in mijn kamer, ciao, 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 tot de volgende keer.